deze laatste ronde van themasessies. Jullie hebben het allemaal tot hier al volgehouden. Ik hoop dat jullie het tot nu toe hele interessante themasessies vonden. Een mooi, mooi intermezzo onder de middag. Hoop ik dat de meeste van jullie hebben kunnen meepikken. En dat de batterijtjes daardoor wat opgeladen zijn voor het namiddaggedeelte. Dit is de laatste themasessie. Straks staat er nog een plenaire afsluit op het programma. Maar eerst gaan we eens kijken naar wat Dirk de Voer voor ons in petto heeft. Mijn naam is Gert Venke en ik ben teamverantwoordelijke Vorming Professionals bij de VSV. Voor het komend half uur jullie moderator. Zoals in de voorbije sessies, de chat die mag je gebruiken om je vraag te stellen, om wat discussie op gang te brengen. Dat wordt sterk aangemoedigd. En ik zal dan op het einde van de presentatie van Dirk op mijn beurt die vragen aan hem stellen en hopen dat hij daarop kan antwoorden. Dirk is de spreker voor deze sessie. En hij neemt ons mee naar Sint-Niklaas, naar het Groot Kloosterland. Een wijk waar zij een participatieproject hebben gelopen, of lopende hebben. Fix de mix in de praktijk met de bewoners. Dirk, ik ben heel benieuwd. Ja, heel erg bedankt. Bedankt aan iedereen om er, voor de interesse om erbij te zijn. De titel zegt dat het over Groot Kloosterland gaat en over Fix the Mix in de praktijk. Als bureau 3D zijn we nog altijd heel erg blij dat wij hebben kunnen meewerken aan die uitwerking van Fix the Mix. Dat hebben we gedaan in 1718 met een heleboel stakeholders, met heel veel gemeenten, heel wat provincies enzovoort. En dat is heel dankbaar om te zien dat dat verhaal is aangeslagen, dat dat de dynamiek teweeg brengt, dat veel steden en gemeenten daarmee aan de slag gaan. Vanochtend zag ik de presentatie van Vilvoorde, die systematisch in 8 wijken uit die principes gaan werken. Wij zijn er zelf ook mee aan de slag op een aantal plekken. Ook in Brussel trouwens, tussen haakjes, voor degenen dat niet weten, Brussels Gewest heeft ook een 50-tal wijken afgebakend, die ze mazen noemen, waar dan in de volgende 5, 6 jaar overal circulatieplannen moeten uitgerold worden. Helemaal volgens dezelfde principes. Nu, ik wil vandaag even een case voorstellen van Sint-Niklaas. Die hebben we gedaan in 2020, in volle overgang naar coronamaatregelen. Maar dat is toch nog goed gelopen en volgens plan. En de bedoeling is niet zozeer om een verhaal te vertellen over een circulatieplan, niet zozeer het technische, maar ook te laten zien hoe we daar de bewoners in meegenomen hebben. Wij geloven heel sterk dat dat ook kan met bewoners. En ik begin mijn presentatie misschien achterstevoren. Ik begin meteen met de lessen. Eerste les, een wijk verkeersveiliger maken. En dat is het thema van het congres. Dat kan natuurlijk door Fix the Mix. Dus ik ga eerst wel even laten zien van wat is er uit de bus gekomen aan maatregelen, om een idee te geven van wat het resultaat is, zonder te veel in detail te gaan. En daarna zet ik een stap terug van hoe hebben we dat gedaan met de bewoners. En het hele proces was opgehangen aan bewonersparticipatie. En dat was ook uitdrukkelijk de vraag van Sint-Niklaas, van de stad, van de gemeente Karel Hansen. Ze hebben een sterke participatietraditie. Ze hebben al heel veel verkeersluwe maatregelen genomen in het centrum zelf. Dat was nog niet gebeurd in deze wijk, maar het moest heel participatief gebeuren. En soms wordt er een beetje aan getwijfeld, wordt gezegd van ja, maar een circulatieplan, dat is een moeilijke schaal voor mensen om over na te denken. Concrete lokale problemen, dat kan wel, maar een circulatieplan, dat is misschien te moeilijk. Wij geloven wel dat het kan en wij vinden dat het ook moet. En dat wil ik even laten zien, hoe we echt door de participatie dit plan hebben opgebouwd en het resultaat er ook gekomen is met die bewoners. En aan het einde wil ik nog wat beetje algemene lessen proberen te trekken uit wat is nu geloofwaardige participatie. Groot Kloosterland, dit is dan nog de webpagina van het project die nog altijd online staat in Sint-Niklaas, op de website van Sint-Niklaas. Groot Kloosterland is een wijk ten noorden van het station en het beeld geeft een idee van wat daar zoal in zit. Dat is een hoofdzakelijke woonwijk, eensgezinswoningen, wat appartementsgebouwen. Maar links op het beeld zie je ook een school. Links net buiten het beeld ligt dan het station. Er zit ook wat kleiner bedrijf tussen. Dus een nogal gemengde wijk, maar wel rustig, net buiten het centrum, aan de andere kant van het station.
waar het cirkeltje staat, hè, dat is zo een klein vakje, even ingezoomd. Dit stukje hier is die wijk Groot Koosterland. We hebben twee onderdoorgangen onder de spoorlijn, Drie Koningen en vijf straten en dan nog de Begijnenstraat. En dat bakende eigenlijk de wijk af waar het om ging. Hier ligt het verkeersluwe centrum, ten noorden ligt de Clementwijk die autoluw is en wordt gemaakt. Hè. Dus hier moest ook nog een beetje dezelfde oefening gedaan worden. Het kaartje dat je hier ziet is al een resultatie van de participatie. Ik ga straks nog even uitleggen hoe dat tot stand gekomen is. Maar dat kan ik nog even aangeven, hè, dat hier die scholencity zit. Er zit nog een cultureel gebouw, hè, waar ook de participatie georganiseerd is, Bouwhuis. Aan de rand zitten nog een aantal winkels. Er is een project voor een fietsenweg langs het station. Ook belangrijk is dat er toekomstige ontwikkelingen voorzien zijn. Er is een masterplan in uitwerking, hè, ontwikkelingen dicht bij dat station. Dus wat we ook bedachten, het moest ook toekomstbestendig zijn. Dus toekomstige ontwikkelingen die moesten ook goed bereikbaar kunnen zijn, maar met minimale impact en minimale hinder voor de wijk. Dit synthesekaartje van knelpunten uit de participatie geeft wel goed aan waar het over gaat. Het probleem was eigenlijk sluipverkeer. Verkeer dat van deze kant komt en dat eigenlijk hier onder de spoorweg zou moeten doorgaan, heeft de neiging om langs deze straten door te sluipen. En je ziet hier een cluster van sterretjes en symbooltjes en dat geeft heel goed aan waar het vooral strop loopt, een smalle straat. Files staan daar te wachten aan de lichten, fietsers kunnen niet meer langs, rijden op het trottoir, voetgangers ondervinden daar hinder van, bewoners klagen en zo verder. En het loopt daar zodanig strop dat er zelfs andere routes ontstaan, nog door veel kleinere straten van de wijk, zelfs helemaal over de parking van een supermarkt. Kortom, de problemen waren eigenlijk wel vrij duidelijk. Dus doorgaand verkeer was hier wel het beetje het probleem. Iets anders wat hier aan bod komt, is die Noord-Zuid groene verbinding. Dat, en dat bleek heel sterk uit de participatie, is een belangrijke verbinding voor voetgangers en fietsers vanuit de achterliggende wijk en de wijk zelf richting station. En net die route wordt op een aantal plaatsen gehinderd door kruisende routes van sluipverkeer op de spits. Dus de aanpak is dan, je zou kunnen zeggen, op dit moment zouden we zeggen, dat begint voor de hand liggend te worden, fix de mix. En dat was ook de vraag van de stad, van ga op die manier aan de slag. We gaan niet kijken naar losse probleempjes, maar we gaan kijken naar een globaal concept voor deze hele wijk. Het moest een mobiliteitsplan worden, hè, waarvan de kern dan een circulatieplan is. Dus een integrale wijkaanpak, waarbij we het verkeer zoveel mogelijk naar de randen sturen en uit de wijk halen, zodat in de wijk rustige wandel- en fietsroutes ontstaan, de leefbaarheid verbetert en er ook ruimte is om iets beters te kunnen doen met openbare ruimte. Goed, die concepten hoef ik denk ik niet meer allemaal in detail uit te leggen. De brede mobiliteitsbaten die waren hier ook allemaal van toepassing. Het was zeker een kwestie van verkeersveiligheid. Een onveiligheidsgevoel was er duidelijk. Ook leefkwaliteit, geluidshinder, lawaai waren klachten die we heel vaak hoorden. Bereikbaarheid en toegankelijkheid met de auto, maar met de auto voor bewoners dan, maar ook met en vooral op de voet en met de fiets. Het sociale aspect kwam ook heel duidelijk uit de participatie naar voren. Problemen van de openbare ruimte die meer aangenaam is, die haar sociale rol niet meer kon vervullen, aantrekkelijkheid enzovoort. Kortom, al deze baten van Fix the Mix, die vonden we eigenlijk terug in de klachten en de wensen van de bewoners. Ik ga heel kort over het circulatieplan heen. We hebben daar drie dingen uiteindelijk in het eindscenario in opgenomen. Er waren een paar dragende maatregelen, die staan hier als A en B aangeduid. En dat waren echt zo'n beetje de sleutelstukken van het circulatieplan, de strategische plekken. Eentje daarvan was heel interessant. Dit is eigenlijk buiten het gebied waar het over ging, was hier nog een onderdoorgang. En die had een soort aanzuigeffect op sluipverkeer. De stad speelde al met de gedachte om die te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en voor voetgangers en fietsers voor te behouden. En het was eigenlijk meteen vrij duidelijk dat dat een sleutelingreep was om al meteen een soort aanzuigeffect weg te halen voor sluipverkeer. De andere was de straat waar het lastigste was, in richting te maken, zodat je net de richting waar de grootste problemen zaten, er meteen al uithaalt. Een paar sleutelmaatregelen.
Uiteraard moesten we nog oppassen dat we daardoor niet net nieuwe dingen gingen creëren, problemen binnen de wijk zelf. Dus kwamen er nog een aantal ondersteunende maatregelen bij. Werken met inrichtingsstraten, een aantal modale filters, knips zeg maar, op een aantal kruispunten. En ook belangrijk, een derde soort maatregelen waren dan een aantal heel lokale verbeterpunten in termen van ontwerp. Heel concrete dingen, kruispunten compacter maken, zorgen voor een snelheidsremmende effect op bepaalde plekken. Op een groot kruispunt dat een grote asfaltvlakte is, het verkeer aan één kant brengen, zodat er een plein kan gecreëerd worden in de toekomst enzovoort. En al die dingen passen in dat circulatieplan. Ook nagedacht over een ander profiel voor die weg aan de rand van de wijk enzovoort. Dus heel pakket aan maatregelen. Ik licht er nog eentje uit om dan te laten zien hoe alles een beetje in elkaar past. Dit is een route die hier liep. Met de foto zie je dat het nu een weg is die gewoon hier rechtdoor loopt. En dat was een van de sluiproutes. Tegelijkertijd kruist de voetgangers- en fietsroute deze weg richting station aan de rechterkant hier. En uiteindelijk de maatregel die voorgesteld is om hier net een knip door te voeren. Dus je komt van hier met de auto en je kunt alleen maar naar links af. En hier rechtdoor wordt die groene parkinrichting die kan doorgetrokken worden naar het gazon aan de andere kant. En uiteindelijk een verkeersvrij pad richting station voor voetgangers en fietsers. Dat is zo'n beetje een idee van het resultaat waar we op uitkwamen. Dat is in alle stappen van het proces echt participatief gebeurd. De krachtlijnen daarvan om dat goed te laten slagen, dat is dat we daar vooraf heel goed over nagedacht hebben. En dat er duidelijk 3 processtappen zijn aangekondigd van bij het begin. Ik ga ze meteen even alle 3 overlopen. En dat is heel erg belangrijk. Als je mensen wil meekrijgen in een verhaal, moet je heel duidelijk maken van, we gaan eerst dit doen, daar gaat dan dat mee gebeuren en daar gaat het uitkomen. En dat daar meteen een timing aan vasthangt. Die logica moet voor de mensen ook meteen begrijpelijk zijn. En het moet ook duidelijk zijn dat we echt iets gaan doen met de bijdragen. We zoeken concrete bijdragen vanuit de bevolking die input gaan kunnen leveren. De output moet dan ook weer heel transparant verwerkt worden, moet beschikbaar zijn, van alles moeten neerslagen zijn, zodat mensen zien van wat hier is aangebracht, dat ligt er ook en dat kan ook bekendgemaakt worden en iedereen heeft daar inzage in. En als je dat proces nou goed aanpakt, dan kom je op een eindresultaat uit waar de deelnemers zichzelf ook gaan in herkennen. Het is niet iets wat plots uit de lucht valt, maar we gaan zien van, oké, dit is stapsgewijs opgebouwd en we weten hoe we aan dat resultaat gekomen zijn. Ik neem even de 3 stappen 1 voor 1 door. De eerste stap is naar de bewoners toe gaan met een blanco blad. Niet met ideeën, niet met analyses, maar eerst luisteren. En als bureau doen we dat ook heel vaak. Wij gaan niet eerst zelf allerlei dingen onderzoeken. Dat is de klassieke aanpak. Het bureau zijn experts die studeren. Nee, we vragen eerst van, wat zien jullie als wensen voor de wijk? En heel concreet gaan we werken rond kaarten met, lokaliseer voor ons nieuws knelpunten. Belangrijk is dat wij dat ook zelf doen. We hebben ooit met participatiebureaus gewerkt en die zijn vaak heel goed en die hebben hun technieken. Maar voor dit soort heel concrete kwesties hebben wij gezegd van, wij gaan zelf die competentie ontwikkelen om zo'n gesprekken te kunnen leiden. Omdat wij dan tegelijkertijd als expert de expertise hebben om door te vragen en te snappen van, ja, maar wat is nu precies het probleem wat erachter zit? Hoe kun je dat karakteriseren? Wat is daar echt aan de hand? En zo werken we eigenlijk sneller door op het moment zelf. En aan het einde van zo'n avond hebben we een heel goed inzicht in knelpunten. Wat gebeurt er na die eerste sessie? Dan gaan wij aan de slag, maar dan gaan we niet zomaar alles voor waar aannemen wat hier gezegd wordt, maar gaan we dat toetsen aan data die we hebben, met een terreinschouw, met onderzoek. Dan gaan we zien van wat zijn de echte grote problemen, wat zijn dingen die mensen misschien wel zagen, maar dat lijkt toch allemaal niet zo erg te zijn. Waar moeten we echt mee aan de slag? Dan komen we aan doelstellingen en scenario's. Dan gaan we tweede keer naar de mensen toe met een aantal scenario's, die we dan bijvoorbeeld hier heel schematisch voorstellen. We kunnen een ingreep doen buiten de wijk, we kunnen heel radicaal binnen de wijk ingrijpen, of we kunnen gedeeltelijk ingrepen doen. En dan nemen die mensen mee in het evalueren van die scenario's. Niet, en daar druk ik op, niet laten stemmen. Niet zeggen van, wat vind je nu het beste van de 3 en wat wil je wel en wat wil je niet. Zo werkt het niet. Maar aan de hand van een aantal criteria's met elkaar vergelijken en gaan scoren.
Tabelletje rechts is de samenvattende score van de drie scenario's op drie hoofdtoestellingen. Hè. Haal je er meer of minder verkeer mee weg? Wordt het beter voor voetgangers en fietsers? Zijn er meer kansen voor openbare ruimte? Het eerste scenario bleek veel te zwak te scoren op bijvoorbeeld verkeer eruit te halen. En dat komt dan uit de participatie. En uiteindelijk, het eindscenario is een mix van scenario 2 en 3 geworden, waar we dan nog eens de voor- en nadelen van hadden. Hier, omdat we heel concreet vragen naar van, ja, hoe gaat dat dan werken in de praktijk, leren wij enorm veel van de mensen. Dat ze zeggen van, ja, maar kijk, als je dit daar doet, dan hebben we daar een probleem om daar aan te geraken, of die bestemming en zo verder. Dus dat voedt dan echt wel het proces van hoe we tot dat eindscenario komen. Dus daar gaan we dan daarna weer mee aan de slag. Dat zijn de stapjes hieronder. We komen tot een eindscenario. We moesten dit ook nog toetsen in het geval Sint-Niklaas aan voorziene of mogelijke potentiële toekomstige ontwikkelingen, zodat het eindscenario ook toekomstbestendig zou zijn. En dan komen we bij een eindscenario. En dan kunnen we die laatste stap nog eens een keer terug met dat eindscenario. Dat wordt dan al een pakket van maatregelen. En wat we dan met de bevolking willen doen, is de vraag stellen van, ja, en hoe kunnen we dat nou uitvoeren? En waar zouden we nu mee kunnen beginnen? We komen al met mogelijke sequenties of draaiboeken. Je zou kunnen hiermee beginnen en daarna pas iets anders, of misschien net andersom. Wat is nou het meest dringende? En proberen te beargumenteren hoe dat zou moeten geprioriteerd worden. Dat hangt natuurlijk af van een heleboel andere parameters die we niet in de hand hebben. Dat zeggen we aan de mensen ook. Hè? Maar van hun kunnen we al horen van wat zij vinden het belangrijkste zou zijn om eerst aan te pakken. En daar komt dan uiteindelijk een actieplan in. Deze laatste is omwille van corona niet live kunnen doorgaan. Dat is dan opgevangen door online dingen te gaan doen, door ook een videopresentatie op te nemen en zo verder. Dus de kanalen zijn daarin, daar hebben we moeten flexibel in zijn. Wat ik daarnet zei is, alles wat eruit komt moet transparant zijn en beschikbaar. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat je een soort een hub hebt online. En daar is de stad Sint-Niklaas gewoon heel goed in. Ze hebben dit soort projectpagina's. De timing zit daarin, alle aankondigingen zitten erin, alle verslagen en neerslagen stap voor stap. En uiteindelijk was er ook nog een bevraging online die daaraan kon gekoppeld worden. Een moeilijke kwestie met participatie wordt vaak gezegd van je bereikt maar een klein aantal mensen. Het enige wat je kunt doen is dat proces van bij het begin zo breed mogelijk bekend maken. Dus daar is ook gebust in de buurt. Iedereen kon op de hoogte zijn. Je hoopt of je stimuleert de deelnemers om een beetje ambassadeurs te zijn, zodat mensen ook vaker naar de website gaan, dat ze zelf de dingen kunnen gaan bekijken en zo verder. Dus maak de dingen zo, het hele proces zo transparant mogelijk beschikbaar. En dan kom ik ongeveer aan het einde, en dat zal ongeveer moeten qua timing. Mede door Sint-Niklaas hebben we dan voor onszelf een beetje op een rijtje proberen te zetten van wat is nu echt goede geloofwaardige participatie. Want we hebben het gevoel dat er soms ook een beetje te veel wordt gedaan. Mensen worden bevraagd over alles en nog wat en misschien zonder duidelijk doel. En daarna weten ze niet goed van wat ermee gebeurt. En ja, in wat ik net zeg heb ik al de essentiële dingen gezegd. Geloofwaardige participatie die ook een meerwaarde inhoudelijk oplevert, die moet vooral goed gekaderd zijn, heel duidelijk afmaken. Daar gaat het over, daar gaat het niet over. Dit staat ter discussie, dit staat niet meer ter discussie, dus de spelregels. Twee, ze moet goed overzichtelijk zijn. Een aantal simpele stappen met een begin en een einde, zodat mensen van bij het begin zien, oké, als ik hierin meestap als bewoner, dan zie ik ook waar het uitkomt. Goed gefocust, goed gericht, met een heldere structuur. Heel erg transparant ook. Altijd laten zien van wat hebben we meegenomen en wat hebben we verwerkt in de volgende stap dat uit de vorige stap komt. Nuttig is ook heel belangrijk. Mensen moeten het gevoel hebben van ik heb hier een avond gespendeerd. Wel, ik weet en ik zie achteraf dat met wat hier gezegd is, dat er ook echt mee gewerkt is en dat dat opgenomen is. Hè. Sommige dingen worden meegenomen, andere niet, maar er is mee gewerkt. En ook belangrijk vinden wij lerend. In de zin van, er zit een stuk pedagogie in ook. Heel vaak wordt gezegd van, nou ja, het is soms een beetje technische materie, mensen hebben de competentie niet, dat is te moeilijk, je moet het houden bij wat ze snappen. Wij geloven daar niet zo in. Soms is dat dan te simpel gemaakt of te betuttelend. Wij doen ons best om de complexe dingen ook duidelijk te maken, zo aanschouwelijk mogelijk te maken, met concrete materialen erbij. En dat is dan ook voor de mensen zelf, dat geeft voldoening, dat ze achteraf snappen van, ah ja, we hebben toch een aantal dingen nu beter gesnapt. Dat
het volstaat niet meer om zo'n maatregel te nemen, want het heeft die gevolgen en zo verder. En dan houden ze ook iets aan over. En op deze manier brengt het heel concreet voor ons als mensen die aan het project werken inhoud aan en het resultaat wordt daardoor gevoed. En de deelnemers hebben het gevoel van ik heb echt iets kunnen bijdragen en ik heb er ook nog iets bij geleerd. En het eindresultaat is uiteindelijk iets waar ze ja, de sporen van het hele proces in herkennen. Dit is de manier waarop wij grosso modo werken in dit soort situaties. We hebben op dit moment in Brussel twee van die projecten lopen, in een hele gemeente trouwens. Dit was nog een relatief kleine wijk, hè. Maar de principes blijven altijd een beetje hetzelfde. Heel gericht, heel gefocust, niet te veel show, hè, maar heel duidelijk weten waar je naartoe gaat en de mensen meenemen. Dat was een beetje mijn boodschap. En vragen, daar wil ik graag op antwoorden. Dankjewel, Dirk. Ik denk dat die boodschap luid en duidelijk is overgekomen. Er zijn een aantal vragen die daar rond nog zijn binnengekomen. Er was allereerst een discussie over horen zware bussen thuis in gemengd verkeer. Ik weet niet of dat dit per se aansluit bij de discussie of bij de presentatie rond participatie. Dus ik ga die gewoon parkeren en die zal in andere sessies op andere momenten zeker aan bod kunnen komen. Wat ik wel uit de vragen haal is, hebben jullie zicht op, de vraag is letterlijk, is er zicht op bepaalde doelgroepen die al dan niet geparticipeerd hebben? Hè? Dus wat voor diversiteit halen jullie aan deelnemers in die participatieprocessen? Was dat representatief voor die wijken waar dat jullie voor gewerkt hebben? En ik ga daar ook aan toevoegen, zien jullie een verschil door corona, dat er al dan niet andere groepen aan gaan deelnemen, aan gaan participeren? In Sint-Niklaas, moet ik zeggen, konden we daar steunen op een heel goede participatieambtenaar en de routine die ze al hebben. Dus ze hadden eigenlijk al een bestand van allerlei mensen die al meegedaan hadden aan dingen die ze konden aanschrijven. Dat is voor een groot deel gebeurd. En ik heb niet echt concreet antwoorden, maar in mijn herinnering was het behoorlijk divers. We hadden alle soorten leeftijden bij elkaar. Maar ik denk dat de stad zelf daar bewust aan het gaat canvassen en mensen probeert erin te krijgen. De tweede vraag is ook interessant. Met corona, wat is er veranderd? Wel, we zijn veel meer online gegaan. Ik heb in volle coronatijd in een gemeente in Brussel, in Sint-Gilles, ook zo'n proces gedaan, heel gelijkaardig. Waar we offline bijeenkomsten combineerden met online. En dan zagen we dat je verschillend publiek bereikt. Hè. Offline zagen we een veel hogere vertegenwoordiging zeg maar, van bejaarden en mensen die meer de tijd hadden om 's avonds naar zo'n dingen te gaan. En offline kregen we, denk ik, een jonger publiek, gezinspubliek, mensen die zeggen van het is lastig om het huis uit te gaan en babysit zoeken en zo verder. Die misschien ook wat makkelijker online geraken, die daar spontaner mee omgaan. Dus nu denken we van, het is eigenlijk interessant om de twee ook in de toekomst te blijven mixen. Dat is, en ik hoorde deze morgen de schepen van Vilvoorde eigenlijk net hetzelfde zeggen. Die waren tot dezelfde conclusie gekomen. Dus, om toch ook enkele belangrijke lessen uit corona mee te nemen naar de toekomst. Een volgende vraag. Die participatieprocessen, komen die altijd op gang op vraag van overheden? Of zijn er andere triggers die ervoor zorgen dat overheden overgaan tot zo'n participatieproces? En wat doe je dan met overheden die daar niet voor openstaan? In Sint-Niklaas sprak je al over een participatieambtenaar? Of ik ga ervan uit dat niet alle steden en gemeenten in Vlaanderen zo iemand hebben rondlopen. Nee, dat klopt. Het is heel divers. Hè. Soms en altijd maar vaker wordt het echt gevraagd. Hè. Maar als wij zo'n opdracht krijgen, is dat soms één zinnetje. Er moet ook een participatietraject bij zitten. En dan voel je van, ze vinden dat het ergens moet, maar hè. Wij zetten er altijd sterk op in als bureau. Ik hoop dat uit mijn verhaal duidelijk geworden is dat wij er echt een heel belang aan hechten, dat het een kapstok is van ons verhaal. En wij verdedigen het ook. In onze manier van werken, soms sterker dan het gevraagd is. En als ze daarin meegaan, gaan ze erin mee. Als ze een participatieambtenaar hebben en een eigen cultuur, dan is dat natuurlijk geen probleem. Maar in mijn ervaring de jongste jaren, wordt dat meestal wel dankbaar onthaald. Hè? Als de gemeente zelf minder ervaring of er cultuur in heeft, of mensen die ermee bezig zijn, als wij dan zeggen, van kijk, wij gaan dit doen. Soms hebben we weerstand van, ja, maar
dat gaat ook allemaal lang duren en we willen eigenlijk sneller vooruit gaan, hè, dan proberen wij te zeggen van, hoeft allemaal niet zo lang te duren, dat zijn vrij eenvoudige processen, hè, moet het wel even inplannen, maar het levert achteraf wel winst op enzovoort. Dus in mijn ervaring gaat het alsmaar makkelijker en als het niet super expliciet gevraagd wordt, is het ook niet meer zo moeilijk om ze te overtuigen van die manier van werken. Maar wat iets anders is, is communicatiecampagnes. Hè. Ik heb het nu echt over het participeren, samenwerken in workshops, dat is echt inhoudelijk gericht. Communicatiecampagne doorheen, dat is een heel ander verhaal. Dat zat dan wel in het verhaal van Vilvoorde bijvoorbeeld. En daar heb je ja, ook echt wel professionele competenties bij nodig om zo'n campagne te ontwerpen. Dit is iets wat wij gewoon kunnen doen binnen het proces van zeg maar een mobiliteitsproject. Oké. Ik ga er nog één laatste vraag aan koppelen, omdat dat eentje is die ik zelf van veel mobiliteitsambtenaren die komen aankloppen bij de VSV, of dat wij daar een oplossing aan kunnen bieden. Dat hebben wij nog niet gevonden. Maar wat met die halstarrige enkeling, dat is mooi verwoord, die het hele verhaal blokkeert, de luide roepers, de mensen die Facebook volschreven met al wat dan al dan niet waar of niet waar is. Hoe ga je daarmee om in participatieprocessen, Dirk? En jullie vinden het antwoord niet en nu moet ik dat geven. Zo. Wat van mij. Ja, de vraag kwam deze morgen in Vilvoorde ook en er zat een stukje antwoord in van op zo'n bijeenkomsten moet je het goed kaderen. Hè? Dus betekent altijd, als je al heel duidelijk zegt van wat willen we hier horen, dan moet je altijd weer naar terugsturen. Er zijn verschillende technieken voor. We zeggen ook van, je weet als je mensen bijeenroept, dat er sommigen gaan zijn die daar gebruik van maken om het even wat ter tafel te gooien. Hè. Zeker als er dan een schepen bij is. Dat is dan ook een discussie. Moeten schepen erbij zijn of moet die er niet bij zijn? Wij zeggen van, het is beter dat de schepen erbij is. Karl Hansen in Sint-Niklaas die deed dat zeer goed, want die is in staat om erbij te zijn en niet tussen te komen. Hè. Hij deed bijvoorbeeld time management van de groep, maar hij is er wel. Hè. En hij luistert mee. Hè. Maar hij laat zich niet verleiden door discussies met die enkeling die over iets anders begint. Dan moet je, wat we dan vaak doen is zeggen van, als je andere opmerkingen hebt, daar is een mobiliteitsambtenaar, of daar is een boek, of daar kun je dat op noteren en zo verder. Schrijf het op en dat wordt meegenomen, of je krijgt een e-mailadres. Dus je moet gewoon heel goed blijven focussen waar het naartoe gaat. De negatief ingestelden, daar kun je last mee hebben. Daar zijn verschillende technieken voor. Wat ik vaak doe, is het terugkaatsen naar de rest van de zaal. Betekent zelf niet gevangen geraken in een wel eens niet de discussie met één persoon. Maar als die ene persoon heel koppig vervelend blijft doen, aan de zaal vragen, wat vinden jullie, dan vinden jullie dat ook. En dan krijg je hopen mensen die het ook al beu zijn en daar dan tegenin gaan, enzovoort. Dat zijn een hele hoop kleine dingetjes die je kunt doen. Oké, dankjewel Dirk. Ja, het was misschien stout om ze door te spelen naar je. Nee, maar dat is goed. Dat was een vraag uit de chat en het is inderdaad. Ja, het is geen wonderoplossing voor, maar ik denk wel een aantal bruikbare tips die je hebt meegegeven. Dirk, heel erg bedankt voor die antwoorden op die vragen, voor die heel duidelijke presentatie. Ik zie heel wat duimpjes verschijnen. Betekent dat de deelnemers het fijn vonden. Ook zelf applausjes zie ik verschijnen. Dat is mooi. Fantastisch. Dat is mooi. Altijd fijn. Graag gedaan. Inderdaad. Ik sluit toch misschien even af met jouw laatste slide te laten zien met jullie contactgegevens van 3D, waar ze jullie kunnen terugvinden. Ja. En ik sluit nog af met deze slide. De themasessies, die zitten erop voor vandaag. Zo meteen binnen 10 seconden moet ik zeggen, start de netwerkcarousel voor zij die daar zin in hebben. En om 3 uur hebben we nog een plenair slot in de lobby waar we jullie allemaal verwachten. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en tot de volgende keer. Dag.